De eerste lenteachtige plaatjes die druppelen geleidelijk de fotobibliotheek van Weerplaza binnen. Ik heb er vandaag ook eentje meegenomen, want de start van de meteorologische lente op 1 maart die valt ook binnen deze 30-daagse periode. Een mooi moment dus om die weerkaarten voor de wat langere termijn eens onder de loep te gaan nemen. Afgelopen week hadden we heel erg stabiel weer. Veel hoge drukgebieden boven Europa te vinden. En als we dan naar de komende week kijken, de luchtdrukverdeling van het Europees weermodel, komt daar vrijwel geen verandering in. Het zijn opnieuw de hoge drukgebieden die aan zet zijn. En ook over een groot deel van het Europees continent, helemaal hier vanaf Turkije, over het centrale deel van Europa, strekt zich dat helemaal uit nog naar de gebieden ten westen van Ierland. Een soort gordel van hoge druk kun je het wel noemen, met een afwijking van maar liefst 10 tot 20 hectopascal boven het gemiddelde. Dus dat geeft wel aan dat die hoge drukgebieden ook de komende week nog aan zet zijn. Nou, dan kun je natuurlijk afvragen, waar zijn die lage drukgebieden dan gebleven? De straalstroom ligt momenteel vrij noordelijk en dat betekent dat die oceaanstoringen, die lage drukgebieden met die straalstroom, worden afgebogen naar het noorden. Die komen bij de hogere breedtegraden terecht. Scandinavië en ook het noorden en westen van Rusland, daar bevindt zich de meeste wisselvalligheid en de meeste neerslag. Als we dan een weekje verderop gaan kijken, 20 tot 27 februari, komt er aan die luchtdrukverdeling niet al te veel verandering. We zien opnieuw de blauwe kleuren in het noorden van Europa. Daar koersen die lage drukgebieden overheen. En ten westen van ons land wordt door het Europees weermodel een soort bubbel van een wat hogere luchtdruk berekend. Opnieuw die 10 tot 20 hectopascal boven het gemiddelde. En met een beetje inlevingsvermogen kun je in dit gebied wel een soort connectie zien tussen de roze kleuren wat meer in de oosthoek van de kaart. Dus dat zou best wel eens betekenen dat dit gebied weer in een soort zadelgebied terechtkomt en dat daar uiteindelijk ook wel weer die hoge luchtdruk te vinden zal zijn. Overwegend stabiel weer dus in die komende 2 weken. En dat vertaalt zich ook terug in de temperatuur. We hebben dan met een sterke dagelijkse gang te maken. Dat is het verschil tussen de maximum en de minimumtemperatuur. Overdag kan het behoorlijk opwarmen met het zonnetje erbij. Maar de nachten kunnen nog wel vrij koud verlopen, met ook vorming van nevel of mist. En dan is het even de vraag waar die hoge drukgebieden precies terecht gaan komen en welke windrichting daarbij komt kijken. Als de kern van een hoge drukgebied wat meer boven het centrale deel van Europa terechtkomt, zullen wij in Nederland wat meer een zuidelijke windrichting krijgen. En daarmee wordt toch wat drogere en ook zachtere lucht aangevoerd. Dus dan zullen er echt wel wat dagen bij zitten met temperaturen van 10 graden of wat meer. We zien hier de afwijking van 1 tot 3 graden boven het gemiddelde. In februari is zo'n 6 of 7 graden klimatologisch gezien normaal. Dus dan kom je inderdaad in de buurt van die 10 graden. Uit. Nou, dat die zuidenwind een rol gaat spelen, dat zien we in deze kaart ook wel terugkomen. Want die zachte lucht dringt zelfs helemaal door tot aan het noorden, daar zo'n 3 tot 6 graden boven het gemiddelde. Nou, met al die hoge luchtdrukgebieden in de buurt zal het je vast niet verbazen dat de hoeveelheid neerslag ook vrij minimaal is. Als we nog even terugdenken aan de luchtdrukafwijking. In de tweede week hadden we die roze cirkel van hoge luchtdruk hier ten westen van ons. En dat is ook precies de plek waar het Europees weermodel nu de minste neerslag berekent. 10 tot 30 mm onder het gemiddelde. In februari hebben we over de hele maand genomen gemiddeld zo'n 60 mm in ons land. Nou, dat gaat met deze weerkaarten misschien wel een moeilijk verhaal worden. Nou, de meeste neerslag opnieuw waar die lage drukgebieden overtrekken in het noorden van Europa. Gaat daar dan nog verandering in komen? Gaan die hoge drukgebieden nog aan de wandel? Als we dan helemaal naar de vierde week van die 30-daagse gaan kijken, dan zit er wel een kleine omslag al in de weerkaart. We zien voor het eerst wat meer blauw in de kaart verschijnen. Een wat lagere luchtdruk, het zwaartepunt daarvan ligt wat meer ten zuiden van ons land. Het is in deze kaart niet heel goed te zien, maar juist rond de polen wordt de luchtdruk wat hoger. En dat zou eventueel wel te linken kunnen zijn aan het opwarmen van de stratosfeer. Dat wordt ook wel een SSW genoemd, de Engelse afkorting. En dat zou misschien wel kunnen betekenen dat we aan het begin van de lente misschien wel met een oostelijke wind te maken krijgen die wat koudere lucht gaat aanvoeren. Dus na die hele zachte
februari maand kan er misschien toch wel wat kou in de weerkaarten gaan verschijnen op de wat langere termijn. Maar dat is op dit moment nog wel een beetje koffiedik kijken. Eens even afwachten hoe de weerkaarten zich gaan ontwikkelen op die termijn. Dan heb ik hier als laatste nog even het histogram meegenomen. Die luchtdrukverdeling wordt vaak in een aantal regimes geclassificeerd. En daarbij zijn vooral de rode en de paarse histogrambalkjes de hoge drukinvloeden. En dat zien we ook heel duidelijk terugkomen. Hier de paarse kleuren, aan het begin nog de rode kleuren. De NAO plus en NAO min regimes maken eigenlijk geen schijn van kans en worden pas op de langere termijn iets dominanter. Dan nog even samenvattend. Vooral aan het begin van die 30-daagse periode zijn het de hoge drukgebieden die de boventoon voeren op de weerkaarten. Stabiel weer, weinig neerslag. Dat neerslagsignaal is heel erg klein. En dus die sterke dagelijkse gang. Overdag veel opwarming, wel wat koude nachten met de vorming van nevel of mist. En pas helemaal aan het eind van de 30-daagse misschien kans op wat kouder weer door het effect van het opwarmen van de stratosfeer.